Heel handig tijdens de wiskundeles is het gebruik van ruitjespapier. Dit kun je ook vinden in een smart notebook. En je ziet bijvoorbeeld dupliceren. Dit betekent dat je zoveel munten weg kunt slepen als je wil. Ik begin nu te slepen. Met de geodriehoek ga ik meten hoe groot de hoek is. Zoals je ziet is dit een hoek van 24 graden. Ik wil het nog even controleren. Draai de geodriehoek. En jawel, hier zie je staan dat hij op 24 graden is. En daar staat de passer. Het is handig om het middenpuntje even aan te geven, zodat we haar open straal kunnen gaan berekenen. Stenen. Die gooit. De leerlingen moeten optellen. En meteen heb je de som erbij. Die gooit opnieuw. En daar is de volgende. Plat.
En ik ga hem editen. Klik bovenop edit. Ik wil bijvoorbeeld geen 2, maar ik wil 4 pairs. En ik ga de sommen erin zetten. Bijvoorbeeld 7. 7. 96 is het antwoord dat ik kan lezen. 672. Oké, de volgende som. 56.